aan de Euromast is een evenement van de Diabetesfonds, de Diabetes Run. De Euromast is de startlocatie van de Diabetes Run. Wat ik ontzettend leuk vind is dat we hier beginnen, bij de Euromast, op grote hoogte. Ik denk dat dit de plek is waar je het mooiste uitzicht hebt over de stad en alle kanten van de stad. Het trappenhuis van de Euromast, waar de Diabetes Runners doorheen rennen, de 589 treden, is heel mooi, rauw en industrieel. En de binnenkant van de Euromast is juist weer heel erg mooi vormgegeven, met een mooi restaurant. En die contrasten, die passen bij Rotterdam. Ja hoor, gaat u gang. Zo, gaat u gang. Ik ben Eugène de Klerk. Ik ben sinds bijna een jaar ben ik Euroscoop-piloot en gids op de Euromast. En dat is eigenlijk een lang verwachte een ambitie die in vervulling komt. Ik heb altijd al iets met de Euromast willen doen. Kijk, ik ben helemaal gek met niet alleen met Rotterdam, maar ook vooral met de architectuur van Rotterdam. De Euromast is natuurlijk een van de iconen van Rotterdam. Ook natuurlijk door de link met Maaskant, toch een bekende architect. En de link met de Euromast is voor mij altijd geweest dat mijn wat oudere zus hier al, toen ik nog wat jonger was, hier al werkte. En ik al heel vaak op de Euromast kwam. Ja, ze is helaas 3 jaar geleden overleden, maar mijn zus was hier hoogstens in de jaren 66 en 67. En dat, en die Euromast is voor mij niet alleen een icoon, maar ook een stukje jeugdsentiment. Omdat ik hier natuurlijk als klein jongetje al regelmatig kwam. Zo. En? Ja, mooi. Leuk. Ja, mooi. Rotterdam valt wel mee, hè? Ja hoor, ja. Alleen zo hoog is... Het is erg hoog. Het kan nog hoger, hoor. Ja. Maar als Rotterdamse zijn, is het wel geweldig om te zien. Mooi, hè? Ja, leuk. Ik ben van origine Rotterdamse. Ja? Ja? Ja. Nou, dan wil ik je feliciteren met het 55-jarig bestaan. Ja, dank u wel. De Euromast is iets ouder dan ik, maar ja. Wat betekent... Dat scheelt niet veel. Nee. Wat betekent de Euromast voor u? Ja, je moet dat gezien hebben als Rotterdammer zijnde. Ja. Begrijp ik hieruit dat dit uw eerste bezoek is? Het is het eerste bezoek, ja, klopt. In al die jaren, ja. Waarom? Omdat het toch wel heel erg hoog is. En dat houdt een beetje tegen, een beetje eng. Maar het is een fantastisch uitzicht en erg leuk om te zien. Nou, dan wens ik u nog een fijne dag. Ja, bedankt. En misschien tot ziens. Wij zijn eigenlijk het symbool van Rotterdam. Voor de oorlog was dat de Hefbrug. En vlak na de oorlog en na 1960, ja, de Euromast is Rotterdam. De Eiffeltoren is Parijs en de Euromast, dat is Rotterdam.